Op een dag stond Anansi met zijn vriend Konkoni, vriend Konijn. Ze stonden onder het balkon van huize Umasoso, het vrouwenhuis. En natuurlijk was Anansi weer bezig te bluffen. Hé, hey, vriend Konijn. Ik word moe van al die mensen die bang zijn voor Batigri de tijger. Let op, morgen gaat maar aan alle dieren vertellen. Je houdt toch van roddelen. Morgen ga ik persoonlijk naar tijger toe en ik trek hem aan een snorhaar van hem. En dan klap ik hem in zijn gezicht. Flap, 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 flap. En dan ga ik op zijn rug zitten. Met een cowboy. Dan rij ik hem. Roelin, roelin, roelin. Anansi, kom zo, roelin. Move het tijgertje. Rij, 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 rij. Dan rij ik met tijgertje zo voor het vrouwenhuis langs. Dan kunnen al die oma's zien wie de sterkste is. Geen tijger, maar bak Anansi.